Het aantal vuurwerkslachtoffers is in 2017 minder geweest dan het jaar ervoor. In 2016 en 2015 was het aantal slachtoffers 25. En in 2017 hebben 11 personen zich bij de spoedeisende hulp gemeld met verwondingen als gevolg van het afschieten van vuurwerk. Mireia Rodriguez, waarnemend hoofd van de spoedeisende hulp, legt uit welke verwondingen ze hebben opgelopen en hoe oud de slachtoffers zijn. Voor het afgelopen jaar hebben we in totaal nu 11 slachtoffers. De eerste kregen we binnen op 27 december en de laatste is op 1 januari. Het gaat in totaal om 8 kinderen, waarvan 3 van 5, 1 van 6, 1 van 9, 1 van 10 en 1 van 11. En voor de rest zijn het 3 volwassenen, 1 van 20, 1 van 31 en 1 van 47 jaar. Het ergste slachtoffer was dus het meisje van 5 jaar, die dus amputatie had van 3 van haar vingers. In totaal zijn er van de 11 slachtoffers 5 opnames geweest, waarvan 4 door de plastisch chirurg en 1 door de oogarts. Het soort vuurwerk dat gebruikt is, is voornamelijk smoky bomb, color flower, big boss, Pagara, Kronto en was ook een oogletsel vanwege wierook. Mireia Rodriguez, waarnemend hoofd van de spoedeisende hulp, was dat. Ze sprak over de vuurwerkslachtoffers van 2017. Vandaag is officieel de laatste dag waarop er vuurwerk mag worden afgeschoten.